Wil je me aanspreken met Hertog Cosmo? Hey, even normaal doen nou. Kijkers van Gals Games, hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals je ziet ben ik hier in Roemas. Ik ben niet alleen, ik ben hier samen met Guido. Hij is niet in de game natuurlijk, maar hij zit wel gezellig in de call. Hij is gewoon in de game. Oh, hij is nu wel in de game zoals je ziet. Wil je me aanspreken met Hertog Cosmo? Hey, even normaal doen nou. Nee, ik val hier naar beneden. Ik wou jullie even laten zien hoe het er een beetje uitziet in Roemas. Dat hebben jullie vast ook al op de livestream kunnen zien. Maar we gaan het even wat uitgebreider doen. En we gaan ook laten zien waar we nu een beetje bezig zijn. En waar ik mijn huis heb en zo. Denk ik. Maar ik ben hier bij het plekje waar eigenlijk ik ben begonnen in Roemas. Met mijn schildpaddenhuis, zoals ze destijds noemden. En mijn paardenstal. Ja, weet je dat niet meer? Nee. Jerry kwam altijd naar mij toe en die zegt dan van, een lelijk schildpaddenhuis voor jou. En hij ging altijd in mijn huis allemaal bordjes plakken met derp erop en ja. Dat deed hij bij jou volgens mij ook. Ja, hij heeft wel eens huizen voor mij. In mijn huis daaronder heb ik zeg maar nog een opslagruimte, die was helemaal vol met derp, ja. Ja, dat had hij dus bij mij ook gedaan. Ja. En dan had je hier een kleine blacksmith opgeblazen en daar heb je een kerk opgeblazen. Misschien kan je beter zeggen, wat is er nog heel? De martelplaats. Oh. De martelplaats is nog intact. De traps doen het nog. De martelplekken doen het nog. Wil je het even testen of niet? Ja, ga jij erin staan? Nee. Ik ben onderweg naar de haven, sorry. Oh, oké. Ja, nee. Hier hebben we de troonzaal. Hier stond mijn mooie stoel. En die iets minder mooie stoel van Guido. Staat nou dirt. Ze staat nu dirt. We gaan er even kijken. Even kijken hier hoor. Ja, mijn stoel is compleet weg. En die van jou staat alleen de onderkant nog met een beetje dirt inderdaad. Ja, maar ze hebben, de onderkant, maar ze hebben letterlijk het goud, het diamond, hebben ze allemaal eraf gejat. Ja, stelletje boeven. Stelletje skeren tata's. Nou ja, en dan daar hebben we de kerk. Dat doe ik niet eens moeite om naar binnen te gaan, want er is toch niks meer van over. Oh. Hier hebben ze een heel gat in de muur geblazen. Hier zijn ze volgens mij door naar binnen gekomen of zo. Ja, ik weet niet precies van de vaas allemaal naar binnen zijn gekomen, maar er zijn een aantal gaten inderdaad waarvan je denkt van, huh? Ja, er zitten inderdaad een paar flinke kraters in de muur. Dan hebben we hier nog een huis van, wie was dit huis dan? Volgens mij was dit het huis van Jerry. Dat kan, ik weet alleen dat de helft kapot is. Ja, oké, hier zit ook een gigantisch gat in, dit was het volgens mij wel, ja. Of het was van Mick, dat kan ook. Nee, dat huis van Mick dat stond hier en daar zat zo'n geheime opslag onder. Ja, hier. Dit was het huis. Dat was van samen van Ara en Mick volgens mij. Toch? Wat zei je? Dat huis dat met die geheime opslag eronder was volgens mij van Ara en Mick, toch? Nee, ze hadden allebei een opslag onder een huis. Oh, daar lag echt allemaal gold gear in. De ene groter dan de ander. Ja, en al die gear die erin lag en zo. Ja, dat was helemaal normaal. En hier hebben we het huis van de Hertog Cosmo. Dank u wel. Wat er ook eigenlijk niet uitziet, maar... Oh! Het is dat we een plekje hebben om weer te beginnen natuurlijk, hè. Laat ze het niet horen. En gaan we eventjes naar de andere kant van de muur, want daar bevind ik me nu. Eigenlijk niet een slimme plaats, omdat dat volgens mij het dichtstbij zijn is voor Kanta, of niet? Wacht even, je gaat nu richting haven? Ja, haven. Ja, haven is inderdaad best wel dicht bij Kanta, ja. Ja, dus eigenlijk zit ik hier helemaal niet veilig, maar ja, living on the edge. Ja, jij wel. Ah joh, ik heb er gisteren ook 4 vermoord, dus dat kan nog wel. Nee, dat kan echt niet wat ik nu zeg. En dit is dan mijn huis. Dit is... Hier zit een enchantment plaatje en ik ben aardig aan het minen geweest. Ik heb ook onder mijn huis, en dan gaan mensen natuurlijk zeggen, X-ray, want ik heb gewoon een spinnenspan onder mijn huis. Oh, maar die in de haven doet het ook nog, hè? Oh ja, ja, ik heb hier gewoon zo'n legit gespannen, zeg maar. Ik weet niet of die daar ook legit gespannen was. Ja, dit is gewoon echt zo'n ruimte waar die is gespannen. Maar oh, ja, we hebben ook heel veel mazzel onder Roemas, dat zeg maar zo'n cave system, ja, met van het hout. Ja, dus ja, ja. Ook echt iets van 4 of 5 poison spinnenspannen daar nog staan, dus ja. Oh, dat is wel echt chill. Nou, hier beneden zit mijn mijn. Ik wil een skeleton hebben. Een skeleton? Ja.
Spannen bedoel je? Ja, ja, ja. Ja, ja, die zijn het fijnst in principe. Want daarom, kun je krijgt en bogen en arrows en botten. En ja, XP. En je kan ze met een automatische stroom, zeg maar, helemaal naar boven en dan naar beneden laten vallen. Klopt. En dan hoef je ze maar één keer te slaan met een, ja, met je hand of zo. En er spannen ook meer, heb ik altijd het idee, dan bij spinnen en wat dan ook. Ja. Hoewel, we kunnen, ik weet net niet of wij, zeg maar, hoe onze handels zeg maar, op het moment zijn. Maar wanneer wij mogen handelen, zeg maar, en Shaman geeft ons goedkeuring om bewijs van met Medusa te mogen handelen, want hun mogen potions gebruiken. We hebben iets van 3 stacks Spider Eyes op het moment. Ja, en we hebben ook heel veel strings door die spinnen natuurlijk. Dus we kunnen ook oneindig bogen en visengels maken. Daar zijn we heel goed in op het moment. Maar zoals je ziet, ik heb aardig wat doorgemined. Ik heb hier een gang van ongeveer, 50 blokjes naar het noorden en dan allemaal om de twee, ja... Gewoon goed strippen gewoon. Gewoon goed stripminen, zeg maar. Er zit wel een paar uur werk in. Ik ga maar weer naar boven, want hier is voor de rest ook niks te zien. Wat is er eigenlijk nog meer overgebleven? Ja, alleen de haven, toch? De haven is heel. Dan hebben we nog een gebied, daar hebben wij zelf volgens mij nooit echt gezeten. Dat noemden ze Nieuw Roemas, maar toen speelden wij ze maar op dat moment niet meer. Dat is er nog. En de gangen, zeg maar, waar... voor destijds mijn roleplay, zeg maar. Gangen onder Roemas verder in het moeras zijn er ook allemaal nog, maar... Oh, ja. Die traps, geloof me, die werken nog. Ik ging namelijk al bijna dood toen ik voor de eerste keer. Maar dit is dan de haven. Hier ligt volgens mij ook nog een klein schip. Nee, klopt. Hebben we ook nog grotere schepen? Nee, hè? Nee, ze zijn maar uitvaren op het moment. Wat? Ze zijn allemaal uitvaren. Dus, ja, die heb ik allemaal op pad gestuurd. Oh, hell, king of the loser. Hier achter je ben ik. Hier, mensen, kijk naar mij. Mensen, komt hij aan zijn eigen keer, hoor. Ja, stop, let op, hè. Kiek het pakkie. Ja, die heb ik hier. Op. Mijn pakkie is mooi, hè. Ja, je hebt die gouden randjes. Oh, trouwens, als je die kant op gaat, die kant. Ja, die kant. Dan ga je richting Kanta en richting... Oh, nou, laat ik daar eens even heen gaan. Dan. En richting Industrial Roemas, dus daar is ook nog wat. Oké, okay, gaan we even naar Kanta naar binnen. En dan... Nee, ik grap je. Oh. Ja, liever dan ik. Ja... Zullen we samen gaan? Gewoon eventjes Nee. Ik ben rustig levels aan het halen als niet even in de spinnen spannen. Waar is die hier dan? In de haven? Waar ik nu ben? Ja, waar ben jij nu? Oké, ik haal je wel even op. Ik sta nog steeds bij hetzelfde punt. Ja, ik zeg ik haal je wel even op, joh. Oh, hier zo. Ik zie hem al. Yeah. Hoek, hoek. Up. Hier naar beneden toe? Ja. Maar hier naar rechts. Naar rechts. En dan links. En dan weer naar links. En dan ben je hier. Oh ja, deze is wel een stukje uitgebreider als die van mij. Deze werkt hier heel goed. Deze is toen destijds ooit gemaakt en deze zit er nog steeds. En hij werkt ook nog steeds, dus ja, dat is goed. Oh ja. Je acht gewoon een kist voor het geval als je te veel stuff hebt. Maar... Ik heb ook een Bane of Atropod zwaard bij me, dus dat werkt lekker. Oh, mag ik die even lenen? Jawel, hier. Alsjeblieft. Ik weet niet, volgens mij stond er nou ook looting op? Knockback 2, nee. Er staat Umbreking 3 op en Atropods 4. Ja, dus alsjeblieft. Ja, ik deed een 30 enchant en er stond een breking vooraan. Ik denk, ja, ik doe het gewoon. Kan mij het interesseren? En ja, toen kreeg ik Bane of Atropod. Zo Dylan zegt, ik kan mij verrotten. Nee, dat is niet... Nee. Maar, even kijken. Ik heb ook nog een ender chest al met wat spulletjes gevuld. Wat? Ik heb al wat... hè? Wat? Wat? Nee, dat gaat jou niks aan. Nee, ik heb al wat protection gear verzameld, zeg maar, in de tussentijd. Ik ging leveltjes halen de hele tijd. Door te minen, te vissen en... Het duurt wel lang, hoor, die levels halen. Ja, en vooral als je, zeg maar... Ik heb nou mijn pickaxe, die ik hier heb. Die heb ik, zeg maar, geenchant eerst. Toen kreeg ik efficiëntie 4. En ik had er al eentje met efficiëntie 4, Unbreaking 3, Fortune 2. Dus die heb ik samengevoegd. En nu heb ik efficiëntie 5, Unbreaking 3, Fortune 2. Gaat hard, hè? En ja, toen gingen er in één keer 21 levels of zo vanaf. Dus ja, probeer dat dan maar weer... Toen ik mijn zwaard ben verloren in een fight. Ik had Sharpness 4 natuurlijk. En ik moest 31 levels hebben, kon ik Sharpness 5 maken met Fire Respect. Dat zwaard ben ik dus nu kwijt. Oh. Maar ik heb er alweer eentje met Sharpness 4 dus. Ja, nou ja, dat gaat natuurlijk ook best wel snel. Want je raakt maar 3 levels kwijt. En je kunt, ja, die 3 levels zijn zo gehaald in plaats van ook de 30. Het meeste werk kost denk ik toch wel van level 1 naar level 30 te gaan. Dat kost het meeste werk. En dat inderdaad weer zegt, uiteindelijk is het gewoon een kwestie van... Even samen, hoewel met samenvoegen kost het me wel gewoon 31 levels. Ja, dat is wel veel inderdaad. Maar ik heb hier zeg maar nog een Sharpness 3 zwaard, een Sharpness 4. Nou ja, kan je eigenlijk Sharpness 4 van een enchant meteen krijgen? En wat? Sharpness 4 meteen van een enchant?
Nou ja, Sharpness 4 wel. 5 kon wel vroeger. Ik weet niet of dat nu nog kon. Ook niet. Maar ik zou eens naar de martelplek toe gaan trouwens. dat moet ik nog even laten zien. Nou, we hebben best wat mensen vermoord. Ik weet ook nog wel, wie hadden we toen opgesloten voor de roleplay? Ara volgens mij. Ja, was dat Ara? Nee, Dennis speelde dat toen. Ik weet niet, maar ik weet nog wel dat we toen de lever overhaalden en iemand naar beneden viel voor die roleplay. Dat was iemand die speelde, zeg maar, die we hadden gevonden, die kon niet praten. En Dennis speelde dat. Oh, ja, ja. Ara naar binnen om het te halen. En toen had hij de lever over en toen was het gewoon... ja, toen was het einde oefening. Hier is zuster Martenplaats. Even kijken. Hier zo... Oh, wacht, moet ik snel eroverheen springen. Hier zo kun je in de lava vallen. Typisch. Ja. Hier zo word je gesuffocated. Heerlijk. Hier zo is je verdrinkingsdood. Werkt die eigenlijk? Oh. Wat, die verdrinking is dood? Ja, want als jij er helemaal in zit, zeg maar, en ik doe dan dat ding weer dicht... Dan kun je er ook niet meer uit. Niet meer omhoog, zeg maar, nee. Dus ja. Ja, ik dacht dat het water automatisch weer wegliep. Dat had ook mooi geweest. Als je dan, zeg maar, dat je wel iemand in kon opsluiten... en dan vervolgens, als die erin zit, pas het water opende. Nee. Had wel leuker geweest. Oh, sorry hoor, dat weer niet goed is, meneer. Maak het dan zelf. En hier heb je ook zo'n hokje dat je iemand kan opsluiten en in de lava kan gooien. Lekker. Ja, dat was eigenlijk Roemas. Wat er van over is eigenlijk. Ja, binnen de muur in Roemas, ja. Ja, oké. Okay. Binnen de muur is alles gesloopt. Daarbuiten zijn we alweer een klein beetje begonnen aan die kant. En ja. We moeten wel. Ja, we moeten weer iets opbouwen eigenlijk. Want hoe het er nu uitziet, kunnen we niet echt verder. Dat kan echt niet, kill. Nou. Dat is normaal. Maar goed mensen, vonden jullie dit weer een leuke video? Laat dan even een like achter. Abonneer ook even op Duffy Games als je dat nog niet had gedaan. Abonneer ook op mij, maar dat spreekt voor zich denk ik. En ja, tot de volgende video weer mensen. Later.